Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht, dames en heren. Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer op pad met de Belgische politie. En deze keer gaan wij op de motor. Zoals jullie kunnen zien hebben we ook geen partner. Dus het wordt een solo patrol. Ik heb daar bewust voor gekozen omdat het soms wel kan zijn. Omdat het wel kan zijn dat de persoon, ja, dat de partner tegen andere voertuigen rijdt, waardoor dat die van de motor vliegt. Daar heb ik persoonlijk niet echt veel zin in, dus daarom dat we dat ook niet gaan doen. Goed, wat gaan we vandaag doen? Ik ga zo meteen wel even een call-out forceren, als ik hem kan vinden. Omdat ik die wel even wil doen met de motor. Voor de rest gaan we gewoon zien wat er gebeurt. Ik ga nu eventjes kijken, volgens mij, ja. Het is... hospital emergency? Nee, ik denk het niet. Het is... ik zoek naar een call-out waarbij wij een ambulance moeten escorteren naar het ziekenhuis. Ambulance escort, voilà. Ja, wij zijn onderweg, hoor. Ja. Dik in orde, goed bezig. Gaan we hier al draaien? Ja, tegen de boom. Toch niet, oké. Okay. Op de stoep, op het voetpad. Ja, tegen de boom. Goed bezig, goed bezig. Achteruit, ja. Ja, man, oké. Okay. De ambulances zijn... nog eens tegen de boom. Ja, jongen, alsjeblieft, man. We moeten letterlijk naar daar. We gaan zo meteen kijken als we er een kunnen krijgen die iets verder weg is. Ja, bijna, bijna, bijna. Ja, goed zo. Jesus. Er zit een agent van achter. Oh, traffic gewoon stoppen. Ah, oh, die ambulance kan dan ook niet rijden. What the fuck? Stoppen! Alright. Succes, collega! Goed, dan zijn we weer beschikbaar, hè? Voor de rest gaan we ook kijken voor illegaal... Oh, wauw. Ook kijken voor illegale acties. Ja, die rijdt vrij roekeloos. Ja, en daar hebben we hem. Over het zand. Dispatch, wij zijn in achtervolging van een lichtgele oldtimer. Hij zit wel op een motor, dus we kunnen hem niet inboxen, want anders liggen we er gewoon onder. Dispatch, mag ik een extra lokale... eenheid alsjeblieft. Een collega vraagt om uw assistentie. Taser. Oh fuck.
spoortrein. Blijven staan! Laat je poten zien! Taser! Ah, gemist! Kom jongen! Je weet nu toch ook dat lopen geen zin heeft. What the fuck? Waarom staat Police Buddy standby? We zijn letterlijk in pursuit. Hoppa. Oké. Okay. Oeps. We gaan even een ambulance vragen. Natuurlijk zit hij daar in het water. Jesus. Oh. Het is allemaal wel goed, jongens en meisjes. Dat was ambulance. Ja, moet die man niet lopen. Eigen schuld, dikke bult. Time to get busy. Succes, heren. Any signs of life? Nee. Oké, is dood. Zij gaan een balanszaal contacteren. De lijkschouwer contacteren. De specials zijn weer beschikbaar over. Shot by a firearm is ook geen waar. Hè? Ik heb hem een tikkie gegeven op zijn achterhoofd. Wat in principe karma is, maar dat is wat. Maar overlopen. Volgens mij is er een probleem met de terreinverlichting. En de slagbomen. Denk ik, hè? Maar we gaan een flatbed vragen. Gaan we de motor even verzetten dat de andere voertuigen kunnen verder rijden? Assistance required in Rancho. Zetten hem gewoon even op oranje, dat de andere bestuurders weten, let op. Top. Alright. Goed. Nee, we gaan niet nog een pursuit doen. Heb ik geen zin in. Domestic disturbance, daar kunnen we ook wel eens kijken. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nou, bij deze situaties zou ik eigenlijk eerder op de tramsporen rijden, omdat het iets veiliger is in mijn ogen. Het gaat om dit busje volgens mij, of niet? Nee, die auto die daar staat. Attention, this is dispatch. Officers are at the scene. A cubic zirconian shaped dent in. You aiming for a knockdown drag out. Okay. Wait, Dios mio. Are we done? Stop hoor. Ja. Meneer, u mag ook even stoppen met discussiëren. Oké, we gaan even een extra eenheid vragen. Eén collega vraagt. Mag ik even u de identiteitskaart alsjeblieft? Hetzelfde voor u mevrouw. 1202 OC. Uw identiteitskaart heb ik al gehad. Ik ga die even natrekken, meneer Vito. En uw identiteitskaart ook, mevrouw. Alles is in orde. Mevrouw Nian. Oké, ja, u bent niet aan het rijden, dus dat is goed. Oké, de auto in kwestie is ook wel weg. Dat is goed. Goed. We kunnen het oplossen op twee manieren. Ofwel gaan jullie gewoon jullie eigen weg.
Hoe lang gaan jullie mee handboeien? Wat wordt het? Kies maar. This was a warning. Ja, u vertrekt. U vertrekt ook. Oké, het is gedaan. Als jullie gewoon gaan zo gaan doen, dan moeten jullie gewoon mee aan doen. Oei. Jullie mogen gewoon beschikken, vriendelijke vriend. Ik ga wel een andere transportunit vragen. Assistentie. Ja, hoe gaan jullie? Ja. Do whatever you want. Shit, Dick. You hear me? Shit, Dick. Mevrouw, moet ik nog in de boeien slaan? Waarom kan ik? Oké. Ze was geglitched. Mijn excuses. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. We zijn weer beschikbaar. Oh, dat is echt niet oké. We gaan eens kijken als we een andere dingen. Ah, police convoy. Ja, dat is misschien wel iets voor ons. Oh, under attack. Ja, oké, dat gaan we zeker gaan. Rijdt alsjeblieft Prio 1. Oh! Fucking idioot. Ik heb mijn sirenes toch aan. Rechts goed. Links goed, rechts voertuig, ja, rechts goed. Rechts in richting, let's go. Links goed, rechts goed, top. Een Range Rover, fucking hell, gast. Niet echt reglementair, maar we hebben verdachten voor ons. Het maakt niet uit als we ze verliezen, we moeten gewoon het voertuig escorteren. What the fuck doe je? Wat doet die gast? Ja, jongens en meisjes, dit is dus LSPD-FR on its finest, om het zo te zeggen. Ja, oké, dat kunnen we niet verder doen, dat gaat niet, hè. Die glitcht hem, daar kunnen we niks meer mee doen. Oké, we gaan even kijken als we een andere hebben. Pedestrian, struck by vehicle, street racing, trespass. Grand Theft Auto, stolen money truck, stolen vehicle, suicidal. Nah, dat is niet voor ons. High speed chase. I know there is already call out running. Oké, het is niet echt een plek waar we echt naartoe kunnen gaan met de. Helicopter.
één collega vraagt om assistentie. Ik kan hier ook niet even langs vliegen natuurlijk. Richting ons. Spoedassistentie. Ja, verdachte komt onze richting uit. 2010, we hebben zicht op de verdachte. 2010, we hebben zicht op de verdachte. We wachten gewoon. We zien wat hij gaat doen. Als we weten wat hij gaat doen, dan kunnen we ook in actie schieten. Oké, er zijn schoten gelost vanuit het voertuig. Oh, helikopter gaat neer! Oh, shit! Ambulance gevraagd, brandweer gevraagd. Oké, we're done playing games, boys. Oh, ik ben ook geraakt, zo te zien. Shit. Stilzetten de snelweg. Gewoon stilzetten. Niemand erdoor. Ambulance is gevraagd. Mag gevraagd. Even een beslag nemen. Er ligt nog iemand in het voertuig. Hoi. Hoi. Eén collega vraagt om assistentie. Ja. Oh, en mijn LSPDFR is gecrashed. Leuk. En alles is weg. Top. Goed. Ik denk dat ik de video dan ook ga beëindigen. Het is een hele korte video, jongens. En meisjes, mijn excuses. Maar ja, als het crasht, dan is het zo. Niks aan te doen, jammer genoeg. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het was een beetje hectisch vandaag. Mijn oprechte excuses. Dat is iets dat kan gebeuren. Het is wat het is. Maar ja, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Ciao, kus.